De klant is een van de belangrijkste pilaren in de voornemens voor 2024 voor de FINABank. De bank probeert zich altijd te richten op klanttevredenheid en dat hebben wij gedaan in 2023. En dat zal gecontinueerd worden in 2024, zegt Ablijn Franchi, directeur van de FINABank, tegenover onze redactie. Franchi is loyale klanten dankbaar dat zij precies aangeven hoe de vork aan de steen ligt als het gaat om wat zij van de bank verwachten. De FINABank-directeur gaat nader in op de verdere plannen voor het jaar 2024. Een van de meest steeds voorkomende feedback is: verbeteren jullie je digitale kanalen, dus POS, ATM en online en mobile banking. En we zijn een traject ingezet om in ieder geval onze huidige POS-systemen te verbeteren. En in 2024 zullen we, startende met de consument, een volledig nieuw online en mobile banking systeem introduceren die intuïtiever, sneller en overzichtelijker is dan ons huidige systeem. En dat allemaal om de klant die eigenlijk onze levenslijn is, verder en beter te kunnen bedienen. En zodat de klant op zijn of haar eigen tijd, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, haar bankzaken kan regelen. Dat is een van de diensten die we gaan verbeteren, substantieel gaan verbeteren in 2024. Franchi zegt verder dat de bank het wealth management aspect in 2024 ook verder zal continueren. Dit zal bestaande en toekomende klanten van de bank helpen met beleggingen in het buitenland. De meer welvarende klanten van ons die gaan internationaal kunnen beleggen via ons. Er zijn al een aantal klanten dit jaar gestart in de pilot. We hebben best, en dat zal ook in ons jaarverslag gemeld worden, wat geld onder beheer internationaal. En we gaan het verder uitrollen in 2024, zodat ook onze klanten in Suriname die geen buitenlandse bankrekeningen hebben, via ons toegang hebben tot de internationale kapitaalmarkt. Dat zijn twee specifieke diensten die we in 2024 gaan willen uitrollen, zodat de dienstverlening vanuit onze kant en de opties voor de klant om meer welvaart te creëren voor zichzelf verbeterd kunnen worden. Naar zeggen van Franchi is het portfolio van de bank substantieel gegroeid, maar ook het klantenbestand van de bank is daarbij meegegroeid. De FINABank-directeur hoopt dat dit ook in 2024 verbeterd zal worden.